Ja, dus kun je zeggen, welkom bij Koninklijke Gezellen. Welkom bij Koninklijke Gezellen. Je hebt gezellen rijwielen door Arendse Colling. En dan hier het gezellen t-shirt van 6 september. Oh, is dat logo trouwens nog steeds? Hij vindt het leuk. Als ze op het eerste moment moeten lachen, dan is het meteen goed. Och, dat was die man, was fotograaf. Die heb ik later nog gezien in de fietstocht. Maar ik had niet door dat hij er was met die mooie analoge toestel. Had ik nog willen vragen, jongen, want die heeft een mooie foto gemaakt van ons. Hij maakte er twee. Ja, jullie zijn met z'n twee. Ik maak er twee. Hij vond het mooi. Hij wilde deze fiets was uit 1928 met de kabietlamp. En dan de tandem. En dan ook en dan tandem. Nog een mooiere tandem. Met ook leuke mensen erop. En ons tandem. De redelijkste bar. Ja. Alle gezellen liefhebbers. Ik heb het laat daar ook nog gefilmd met die stok, maar ik weet niet of die aan stond. Stond die toen nog aan? Nee, volgens mij niet. Toen jij mij zei, hier heb je die stok, want toen moest jij even... Kijk op jij. Maar ik doe ook nog wel, al die mooie fietsen hier. Nog even die tandem filmen, want die was echt mooi. Goed onderhouden ook. Ja. Die zag er stukken beter uit. Nee. Die kereltje was ook grappig, jongen, met zijn gezellig karretje. Prachtig. Hij heeft een foto. Wat ja. En toen begon het toch te mooi. Toen begon het te mooi. Ja, maar jij moet je bij. Ja. Ja. Zoals ze staat. Ja, die fiets al is langzaam, snel. Maar die zijn ver over de postbank gegaan, maar die waren er bijna net zo laat als wij waren. Ja. Ja, die zijn omgereden. Die zijn flink omgereden, maar die hebben hard gereden hoor. Ja, als je goed gaat op de postbank. Iedereen lachen daar in die rij dat we er langs gaan met die camera achter. Zie je echt iedereen zie je lachen. Ja, dat is voor het volgende filmpje. Zo, zijn we dan. Hey. Heel mooi. Ja, en dan de skater, hoe die dag doet. Oh ja, je rijdt hier tegen die gast staan bij de. Die, mooi, staat erin. Ja, dat valt niet op pas zo overigens. Ja, dat komt erin aan. Volgens mij. Oh nee, dat zijn, dat zijn twee jochies, die horen er ook bij. Oh nee, oh die zijn met de fiets, oh die koppelen natuurlijk bij die sirene in de buurt fietsen. Ook dat ene jochie wat mee fietste. Jullie voelt ook grappig met de bus. Fietsen rechtdoor daar. Oh ja, fietsen. Ja. Ik ook bij horen, ik weet niet of het goed maar ja, dat saaie mensen, dat zijn dan een beetje de stoere jongens of zo, terwijl wij gewoon onszelf zijn geworden. Dat stip je moet groter doen bij een stapje. Ja. Ja. Ja, dat hoeft niet. Ja, dat is wel grappig. Ja, even hier een toen we naast de jochie fietsen, toen zeiden we allemaal helemaal niks. Ik ging gewoon langs fietsen en langs en zo. Keek een beetje raar, denk ik een keer lachen. Maar hij zei niks, wij zeiden niks. Daar fietste wel even mee op zo. Dit is ook mooi, jongen. Komen al die mensen voorbij rijden. Gewoon meer dan 100 fietsers.
In totaal waren het gewoon 130 of zo. Allemaal op oude fietsen. Ja, alleen de allereerste heb je niet gezien. Of wel? De verkeersregelaar. Ja, dan kwam ze ook nog. Het was ook mooi dat wij even die stoet deden stoppen, want die kel voor wilde niet luisteren. Die reed gewoon door, die had er geen zin in. Nou, het is zoiets van, ja, rij normaal. Ja, af en toe moest je een heel gat. Het gat was al. Het gat alweer, ja. Ja, het gat was al snel gevallen. Het was al aangesloten, toen zat er alweer een gat in. Ja. Deze keer al reed op een lekker bad. Och. Dus die stopte ook later en die kon die bus bellen. Bezembus. Die bezembus, ja. Is er maar eentje geweest? Ja, gelukkig wel. Helaas. Helaas, ja. Maar ja, beter dan... gelukkig was er een bezembus. Als er niet was geweest, dan hadden wij wel gestopt om mee zijn band te plakken, toch? Ja. Of hij had achterop moeten springen en dan fiets in de hand. Die oude gezellers kunnen wel wat hebben, hè? Die stond op dat bord, hè, of op dat raam. Dat was hier nou weer hoor. Meteor, goed gezellenrijders. Ja. Ja, die koeien. Dat kan je ook goed horen dan. Ja. En dan, hey, een illegale. Zeg je zo meteen ook. Ik heb er ook een gehad. Terwijl die gewoon maar toevallig erbij komt fietsen, weet je. Ja, en had hij nou maar een gezelle? Geen gezelle. Staat hij aan de kant, denk ik. Prachtig. Geen gezelle. Woep. 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 Hier zie je nog eens hoeveel mensen er wel niet zijn. Dan drukt hij hier aan. De doorheen skaten. Ja, hij had geen oude gezellig fiets, weer een andere. Oeh, even uitkijken, er komen mensen naar links. Ja, dan zijn we alweer bijna bij de fabriek. Oude man, hij is het lopen, ja. Ja, we staan stil bijna zwart. Ja. Die gaat maar hij komt op. Die gaat hier. Daar hij komt op fietsen. Want hij komt nog over, over een stoeprand heen zien fietsen. Ik zei, nou, doe ik hem niet naar, hoor. Dus zeker kon hij fietsen, maar die was misschien bijna 90, joh. Die was dik in de 80, die man. Die fiets misschien nog wel zelf gekocht. Oud. Daar komt meer mee moeten praten. Daar heb ik helemaal niet mee gepraat. Nee, vind ik altijd mooie figuren en oude mensen. Een stok oud, weet je wel. Die dan toch nog op de been zijn zo. Doet me maar open, denk ik. Wel was ook wel leuk dat er zat toch nog wel verschillende leeftijden bij. Meestal wel oudere mensen, maar. Weet je ook niet. Het waren wel gezellige mensen. Gezellige mensen, ja. Echt gezellig. Ja, mijn toeters en bellen komen aan. Dan is het gezellig. Hier komen, er staan toch nog een paar mensen te kijken met paraplu-foto's maken. Het zijn er niet veel. Vanwege het weer. Ja, hier gaan we een parkeerplek zoeken. Schat? Nee, ik zie al een mooi plekje. Ja. Is het probleem met parkeren bij de kerk? Dus we moeten parkeren op school. Tandems bij tandems. Dus dan moeten we al om 9:45 op de school zijn. Nee. 9:45 op de school zijn? Ja, dus 9:15 dan wel even trekken. Oh, met de file. Spits. Ja, dus we moeten 9:00 al weg. Ja, dus ik moet op mijn werk ook echt eerder weg.
Halleluja, dus als ik 8 uur weg ga. Nee, we moeten wel weg. Yes? Ja, mag ik wel vaak opstaan? Ja, de jonge jochie met zijn fiets van Jan. Hij staat hier voor de camera, ja. Ja, hij stond eerst hier. Ja. Toen stond hij hier. Toen stak hij hier zijn tong uit. Jullie hebben net een oog. Ze staat hier aan. Ja. Ik zeg, ja, als je hier voor gaat staan en je tong uitsteekt, sta je erop. Ging hij ervoor staan. Doet hij. Loopt hij gewoon weg. Ik ben iedereen had een rondlampje. Nummer 3 dagen. Behalve zijn tandem. Die had... was net later model dat ze die andere lampjes hadden. Die kwam ook uit 1978. Klopt, ja. En die van ons komt uit 1971 ja. Tot en met 75 ergens. Ja. Volgens mij 71. Hij had dezelfde kleuren en stijl van de fiets uit 1968-70. Maar die, dan is die ja. Fiets wel 43 jaar oud, die van ons. Dat is die fotograaf, die zet hem bij ons ernaast. Was dat iemand die in het klooien was, ja, met die fiets die de hele tijd zo neer en weer terugzetten. Nee, hij staat er niet goed zo. Oh, ja. Hij had ook echt analoge foto's stellen, moet je ook heel goed bekijken en doen. Dus als iemand van de details. Ja. Kan je een kleine ding, kan je dat zien, hè. Ja. Volgende keer nog eens kijken naar hoe zijn kleren en schoenen en alles zit. Dat is helemaal perfect. Hè. Ja, heb je hier al die mooie fietsen, jongen. En hier stonden een paar oude modellen te koop. Ja, ja, dat is echt een grote restauratieklus, hoor. Kijk, dat is dan die andere fiets, dit is dezelfde en zo ziet het er dan goed uit. Ah, die vrouw, die had ook foto's gemaakt. En die had in het begin toch ook zo'n GoPro fiets, een stok. Wat ja. Heeft die jongen had die. Zo'n stabiliseur. Oh nee, zij was dat. Die andere blonde. Maar twee. Ik zag op de filmpje dat hij de hele tijd naar mij aan het kijken was. Gezellig, ik heb daar helemaal niet gesproken. Ja. Denk aan veiligheid, sushi of schoenen. Eén van de twee. Gelukkig hadden wij een hesje. Oh, een gebiedlamp van een fiets van 1903. De oudste damesfiets die ze kennen. En de nieuwste racefiets in huis. Zowel daar een van de laatste, denk ik. En een mooiste tandem uit 1936. En deze heeft dat zo dus nog. Ja. En die van ons daarna. Ja, toen mochten we op de foto. Ik ben benieuwd hoe die iedereen foto parkeren naast elkaar. Iedereen staat geleveld, maar ik ben op de trappers gestaan. Anders komt iemand bovenuit, dan zie je dat het tandem is. Dus ik kom er als eentje in midden bovenuit. En begin ik zo, zomaar bij de tweede of derde foto, doe ik zo. En als dat de beste foto is, dan... sta jij er aan. Ik heb hem hier naast achter. Ik heb hem hier naast achter. Ik heb hem hier naast achter. Ik heb hem hier naast achter.
zetten. Als u al voorgeeft van de buurman een duurzaam, dan komt het een beetje schaamte aan. Juist, dat is goed. Ja, perfect. Zo, ik ben lui, bitch. Ja, als deze nu nog een aardig. Een klein stukje naar links, dan gaan wij. Ja, ook netjes. Ook een klein stukje. Een volkschuiving ernaast. Het was ook mooi dat hij ook zo naast ons kwam staan. Ja. Die hoort daarbij. Toch een beetje tandem bij tandem, hè? Ja. Een beetje dezelfde leeftijd. Ja, en dat het er allemaal nog tussen past. Hè. Iedereen parkeert hem nog steeds ertussen. Terwijl ze strak op elkaar staan. Maar daar is die fiets. Ja. Vanuit alle hoeken werden allemaal foto's gemaakt. Ja, zo waren we over de gezellen, hartstikke blij. En zo, dat is over de nieuwe gezellen. Ja, sorry daarvoor.